de manier waarop ons ecosysteem aan het verwoest worden is, is genadeloos. En dat willen we maar niet inzien. En dat gebeurt moedwillig, omdat we ook in een politiek klimaat leven waarbij de kiezer niet zo goed weet wat hij wil. Dus ja, dat is een grote discrepantie tussen politiek die op korte termijn, relatief korte termijn, loopt. En dan voor duurzaamheid heb je echt lange termijn nodig. Heb je visies nodig die strekken tot 50 jaar, 100 jaar. Ik zeg maar wat, dat is de termijn waarop je moet gaan denken. Maar daar kan je dan niet de vruchten van plukken, electoraal. Dus het is niet interessant om daarin te investeren. Want investeren op zo'n lange termijn betekent dat je nu even pijn moet voelen. Maar daar word je dan voor afgerekend bij een volgende verkiezing. Ik zie duurzaamheid ook breder dan alleen het ecologische, maar ook het sociale. Dat je dan bijvoorbeeld ook mee een bondgenoot bent in de strijd tegen racisme en discriminatie bij de groep van etnisch-culturele minderheden. En ik denk dat daar nog heel veel ruimte zit, hoor, voor verschillende organisaties, verschillende bewegingen, om vaker eens samen te zitten en de krachten te bundelen. Ik denk dat er heel veel ook periodes zijn geweest in de geschiedenis waarbij mensen dachten, en nu is het gedaan, nu gaan we de diepere in, dit is het einde der tijden, dit is de slechtste tijd om in te leven, het gaat allemaal de verkeerde kant op. En toch werd het beter, voor een deel. Dus ik denk dat ik om die reden ook niet in de apocalyptische gedachten wil vervallen.